Goedemorgen, dames en heren. We zijn begonnen met de Hengstveulens in Lunteren bij de familie Volmer. De accommodatie De Nieuwe Heuvel. Begonnen met, samen met Gart Kubus, oude midden. Helaas, Laura Boelens moest verstek laten gaan. Die heeft zich afgemeld vanwege ernstige verkoudheid. Met andere woorden, wij staan vandaag samen in de baan om deze mogelijke 60 veulens te keuren. Hengstveulens nummer 1, Marcus van Groot-Sunnenbergen, jongen Sipke uit een beertmoeder, uit Vechtelo Heten, van de heer J.W. Vechtelo Heten. Het is een ruim voldoende ras, typisch veulen. Het is een mooi sprekend hoofd, hals staat er goed verticaal op, zou iets langer mogen. Goed gebouwd, een mooie bovenlijn, zou iets meer opwaarts in zijn boom, iets langer in zijn voorbeen mogen. Correct beenwerk, stappen is ruim, iets meer actiever in het spronggebruik. En het draf heeft hij souplesse laten zien met voldoende houding. Zou, blijft iets neerwaarts in zijn manier van bewegen, maar mede door de beweging, maar ook door zijn bouw, wordt het goed voor een tweede premie. Goed, dames en heren, uitslag van nummer 2. Het is een mooi langgelijnd veulen, mooi jeugdig veulen ook, hele mooie sterke bovenlijn, voldoende in zijn halsplaatsing, zou voldoende lengte ook, zou iets sprekender in zijn hoofd mogen.
ruim voldoende kwaliteit in het beenwerk. Zou iets correcter in zijn stand mogen, met name in het voorbeen en ook iets stijlgekoten in het achter. Stap is voldoende ruim en het draf heeft een mooie lichtvoetigheid laten zien met voldoende gebruik van het achterbeen en ook liet je schakend vermogen zien en mede door de draf wordt het ten eerste premie. Uitslag van nummer 3, ook een veulen die meer dan 5 maanden oud is, ruim voldoende ontwikkeld. Heeft wel goede halsplaatsing, zou iets langer in de nek mogen en het hoofd, ja, dat kan duidelijk wat sprekender. Goed gebouwd, mooi lang gelijnd ook, lang in zijn bovenlijn. Zou het kruis is wel een correcte ligging, zou iets langer mogen. Correct beenwerk, stap is ruim, opvallend. En de draf heeft die mooie ruimte, takmatige manier van draven laten zien. We zouden hem iets opwaartser willen zien draven. Maar mede door zijn bouw en door de stap wordt het ten eerste premie.
andere hoeft er niet meer. Nummer 4. Het is een veulen die 5 maanden oud is. Het is ruim voldoende ontwikkeld veulen. Voldoende halsplaatsing zou, het hoofd zou wat sprekender mogen. Goede bovenlijn. In verhouding zou het kruis iets langer mogen. Het is wel ruim voldoende kwaliteit in het beenwerk, maar het kan met name in het voor- en achterbeen, met name in de kootstand, correcter. Zie je ook terug in de stap. Heeft hij wel wat moeite met zijn takzuiverheid, wel voldoende ruimte, maar mist toch iets de takmatigheid. Draf heeft een mooie houding laten zien met voldoende krachtig achterbeengebruik en zou daarbij iets ruimer het voorbeen mogen wegzetten. Deze veulen krijgt een tweede premie en dat heeft hij met name ook verdiend door zijn goede bouw. Het is ook een goed ontwikkeld veulen, 5 maanden oud uiteraard ook. Het toont heel veel front, het hoofd mag iets sprekender, maar wel een heel mooi helder oog erin. Een mooie lange hals met voldoende neklengte, goede bovenlijn. Het kruis is een correcte ligging, zou iets langer in verhouding mogen. Ruim voldoende en correct beenwerk. Stap is ruim en zou iets meer veer mogen tonen. Maar in draf heeft hij heel mooi achterbeen laten zien met heel veel balans. En dat zien we niet zo vaak bij de veulens. Dat een hele makkelijke manier van draven en ja, uiteraard een eerste premie.
Uitslag van nummer 10. Veulen van 4 maanden oud, de vader is Pier. Ruim voldoende ras uitdrukken met voldoende halslengte. Zou iets verticaler gesteld mogen worden. Bouw, ja, dan zou het duidelijk iets sterker in de bovenlijn mogen. Ook wat langer in de kruisligging. Iets stijl gekoot, maar wel voldoende kwaliteit in het beenwerk. Dit veulen heeft zich opgewaardeerd in zijn manier van bewegen. Stap is ruim, met voldoende takt. Zeker toen gepresenteerd werd de draf is heel veel souplesse, een mooi zweefmoment. Zou iets meer schoudervrijheid mogen tonen. Maar mede door de beweging wordt het vandaag een tweede premie. Nummer 6, uitslag van nummer 6, de 5 maanden oude veulen van vader is Omer. Een veulen met
voldoende rasuitdrukking. Dat, mede door zijn sprekend hoofd zou iets lichter in de hals en in de nek mogen. Ook de voldoende bovenlijn, wel wat kort in het voorbeen. En daarmee blijft hij toch wat neerwaarts in zijn romprichting. Stap is voldoende, zou wat meer kracht mogen laten zien. Aan het draf, ja, dan mist hij toch de kracht en met name ook toch de takzuiverheid. Met dit veulen krijgt vandaag een derde premie. Uitslag van nummer 7.
Ja, het heeft even geduurd om inderdaad hem even te zien showen zoals hij ook kan. Het is een veulen met heel veel rasuitdrukking, mooi sprekend hoofd, een mooie goede hals. Zie je ook met name terug in de beweging, dat je mooie hals stand en gebruikt het ook correct. Beenwerk is hard, maar het achterbeen mag duidelijk iets minder sabelbenig zijn. Stap is ruim en voldoende kracht. En de draf heeft hij een heel mooie draflengte laten zien met een mooie goede souplesse en opwaarts gedraven. Deze veulen heeft mede door zijn draf, zijn manier van draven, krijgt een eerste premie. Uitslag van nummer 8, een 4,5 maand oude zoon van Jouwe. Het is aansprekend in zijn type, mooie front, mooie halsstand, sprekend hoofd. Bouw valt op door zijn evenredigheid en een goede aansluiting, goede verhoudingen. Beenwerk is de kwaliteit, zou iets correcter in zijn standen mogen. Stap is ruim. En draf heeft hij heel mooi achterbeengebruik laten zien. Met een makkelijke manier van draven met souplesse en ook mooi opwaarts gedraven. En mede door de bouw en zijn manier van draven, eerste premie.
Nummer 9, 4 maand oud veulen van Sipke. Het is een royaal ontwikkeld, mooi langgelijnd veulen. Mooi hoogbenig veulen ook, met een toont heel veel front. Daarmee ook heel een goede rasuitdrukking. Bouw is ruim voldoende, goede bovenlijn. Zou iets langer in verhouding in de kruislengte mogen. Beenwerk hebben we toch nog wat bemerken, met name op het voorbeenstand en ook het achterbeenstand. Stap is kan wat ruimer, maar de draf heeft hier mooi heel veel activiteit laten zien in het voorbeen. Zou iets krachtiger in het achterbeen mogen, maar heeft wel een mooie takmatige manier van draven. Deze veulen krijgt een tweede premie. Nummer 12, 4 maand oude veulen van Tieren. Bovengemiddelde rasuitdrukking, mooi sprekend hoofd. Verticale halsstand zou iets minder zwaar bespierd mogen zijn. Voldoende aansluiting in de bouw, hoewel het schoft zou iets meer door in de rug mogen lopen. En ook iets meer kruislengte, wel een correcte ligging. Stap is voldoende ruim, draf heeft hij wel wat souplesse laten zien. Alleen we zouden dit paard toch iets meer opwassen. En met name ook het achterbeen wat meer, met meer snelheid onder de massa geplaatst willen zien. Dit veulen krijgt een tweede premie.
Uitslag van nummer 13, 4 maanden oude veulen van Alwin. Het veulen zou iets meer rasuitdrukking mogen hebben. Hij heeft wel een ruim voldoende lengte in de hals, maar het hoofd kan wat sprekender. Ook de halsstand kan iets verticaler geplaatst. Ruim voldoende in de bouw, goede bovenlijn. In verhouding zou het kruis iets langer mogen, maar wel een correcte ligging. Iets stijl gekoot in de voorbenen. Stap is takmatig, kan iets ruimer. En draf heeft hij ook een mooie takmatige manier van draven laten zien met voldoende ruimte. Maar bleef toch wat op de voorhand lopen. Mede door de bouw wordt het een tweede premie. Uitslag van nummer 15, 4 maand oud hengstveulen van Jouwe. Zou iets rastypischer mogen. Dat komt mede door de iets korte hals- en neklengte. Voldoende schouderligging, goede bovenlijn, brede lendenpartij. Het is goed kwaliteit in het beenwerk, kan iets correcter in het achterbeen. Stap is en de draf is ruim. Goede manier van draven, maar zou toch het achterbeen daar iets krachtiger willen zien. En met name ook iets stabieler in de achterhand. Dit veulen krijgt voor ons een tweede premie.
Uitslag van nummer 19, de 3 maanden oude veulen van Tierde. Het is een ruim voldoende gelijnde veulen. Zou mooi sprekend hoofd, wel een verticale haltstand, zou iets minder, iets langer en iets minder zwaar bespierd mogen zijn. Voldoende schouderligging, loopt ook goed over in de rug. Hoewel de lenden en kruisaansluiting wat vloeiender en wat krachtiger mogen. Kwaliteit in het beenwerk, zeker in het achterbeen, is vrij correct. Eerder recht in het achterbeen dan sabelbenig. Stap is ruim en draf heeft hij een mooie houding laten zien met een ruimend voorbeen. Alleen het achterbeen zou met meer kracht en wat meer onder de massa geplaatst mogen worden. Dit veulen krijgt een tweede premie. Uitslag van nummer 14, veulen van Teun. Het is een ruim voldoende ontwikkeld veulen met een sprekend hoofd. Heeft, zou, nek en halslengte zou iets langer mogen. Wel voldoende schouderligging en ook een goede bovenlijn. Lengte in het kruis. Ruim voldoende kwaliteit ook en correctheid in het beenwerk. Stap is voldoende ruim. En krachtig. Draf heeft die ruimte laten zien met een mooi takmatige manier van draven. Krijgt een tweede premie. Voor een eerste premie, ja, dan zouden we toch in de beweging het veulen iets flitsender door de baan willen zien.
Uitslag van nummer 18. Veulen van Epke, 3 maanden oud. Heeft een iets lang, maar wel een mooi sprekend hoofd. Zou iets langer in de hals mogen. Wel voldoende verhoudingen in zijn bouw. De bovenlijn kan iets sterker in de aansluitingen. Beenwerk kan iets correcter, met name ook in het achterbeen. In de stand met name van het achterbeen. Stap is ruim, maar zou iets meer afdrukken mogen tonen. Draf heeft hij mooi krachtig achterbeen laten zien met voldoende snelheid. Toont ook wel houding, zou iets meer het voorbeen iets meer mogen wegzetten. Meer schoudervrijheid, maar ruim goed genoeg voor een tweede premie. Nummer 16, veulen van Willem. Aansprekend in zijn type. Goede bouw, mooie lengte ook in de bouw. Zou iets wel een mooie halstand. Zou iets meer vanuit de boven, uit de schouder
geplaatst mogen worden, maar een goede bovenlijn. Beenwerk is voldoende kwaliteit, maar het is, achterbeen is vrij gehoekt. Stap is ruim. Draf heeft hij wel ruimte laten zien en houding. Maar we zouden toch het achterbeen iets met meer kracht en snelheid onder de massa geplaatst willen zien. Dit paard of dit veulen krijgt een tweede premie. Uitslag van nummer 21, veulen van Tieren, 3 maanden oud, aansprekend in zijn type, mooi sprekend hoofd, mooie verticale halsstand, komt iets dieper uit de borst, een mooie schouderligging, zou iets sterker in de bovenlijn mogen, maar wel een correcte kruisligging. Beenwerk heeft kwaliteit, zou iets correcter, met name in de hoek van het achterbeen mogen. Stap is ruim en het draf heeft een mooie takmatige manier van draven laten zien met souplesse. Zou iets krachtiger het achterbeen onder de massa geplaatst mogen worden, of in ieder geval dat dit achterbeen met meer kracht onder de massa zet. Dit veulen krijgt een tweede premie.
Nummer 20, 3 maand oud veulen van Alwin. Aansprekend in zijn type. Goede halsplaatsing. Sprekend hoofd. Iets lang hoofd, maar wel sprekend. Goede bovenlijn. Ook een correcte kruislegging. Het is kwaliteit in het beenwerk. Het zou wat correcter, zowel in de kootstanden als in het achterbeen. In het, de hoek van de sprong. Stap is voldoende ruim. Zou iets meer afdruk in stap willen zien. Draf heeft een mooie taktmatige manier van draven. Met een goed gebruik van het achterbeen. Zou het voorbeen duidelijk iets meer naar voren mogen zetten. Wat meer schoudervrijheid. Dit veulen krijgt een tweede premie. Voor een eerste premie zouden we toch duidelijk iets meer kracht. Met name in de stap. En ook wat meer souplesse in de manier van draven willen zien. Wat opwaarts in zijn manier van draven willen zien. Uitslag van nummer 26, goed 2,5 maand oude veulen van Sipke. Veulen met wel een mooi sprekend hoofd. Zou wat langer in zijn nek en hals mogen. Wel voldoende correct geplaatst. Zou ook wat sterker in de bovenlijn mogen. Wel kwaliteit in het beenwerk. Is ook correct in het voorbeen. Stap is en het draf. Ja, mist hij toch de kracht en de ruimte. Kan duidelijk wat meer souplesse tonen in zijn manier van bewegen. Vandaag een derde premie.
Uitslag van nummer 22, veulen van Jouwe, 3 maanden oud, aansprekend in zijn type. Ook sprekend heeft een hoofd, hoewel het profiel zou iets correcter mogen, maar wel een heel helder sprekend oog. Mooi front, lang middenstuk met voldoende aansluitingen, ook een correcte kruisligging. Beenwerk is ruim voldoende kwaliteit, lang gekoot. Stap is ruim en de draf heeft een mooi gebruik van het achterbeen laten zien met mooie opwaartse manier van draven ook een voldoende souplesse ook in zijn manier van bewegen. Het voorbeen zou iets meer verder weggezet mogen worden, maar zeker goed genoeg in de draf voor een eerste premie. Nummer 23. 3 maanden oude veulen van Tieren. Heel aansprekend in zijn type. Mooi sprekend hoofd, lange hals. Zou ietsjes langer in de nek mogen. Maar mooie halsstand. Goed in zijn verhoudingen en verbindingen in de bouw. Correct beenwerk. Stap is ruim en met veel veer. En de draf heeft heel veel kracht en mooie manier van draven laten zien. Met souplesse en heel veel balans. En ook kan schakelen, doorschakelen naar de middendraf. Kortom, compleet veulen, eerste premie.
Uitslag van nummer 25. Een 2,5 maand oud veulen van Epke. Dit veulen toont heel veel front en daarmee heel veel rasuitdrukking. In de bouw zou je wat sterker in de bovenlijn mogen. Ook wat correcter, zowel in het voor- als in het achterbeen. En de beweging, ja, dan mist hij toch wel wat ruimte. En met name ook de souplesse in de gewrichten, de veer in de gewrichten. En het achterbeen blijft toch ook wel wat achter de massa lopen. Dit veulen krijgt een derde premie. Uitslag van nummer 27. Het is een jong veulen, maar wel mooi lang gelijnd en mooi ook hard in het beenwerk. Sprekend hoofd, iets lang in het middenstuk, maar wel voldoende aansluitingen. Stap is ruim met voldoende kracht en ook in draf heeft hij heel veel balans en tact. Matige manier van draven laten zien met souplesse. Dit veulen, mede door zijn manier van beweging, krijgt een eerste premie.
Goedemiddag dames en heren. Vervolgen de keuring met de, is vervolgd met nummer 28. Een 5 maanden oude merrievuller van Sipke. Het is een goed gebouwd, iets kortbenig veulen. Goede bovenbouw. Zou iets correcter in de stand van het achterbeen mogen. Stap is wel ruimte. Zou iets meer veer en afdruk mogen tonen. Draf heeft hij zich opgewaardeerd met een goed gebruik van het achterbeen. Mooie balans en ook voldoende opwaarts in zijn manier van draven. Krijgt een tweede premie. Uitslag van nummer 29, 5 maanden oud veulen van Tieren. Ruim voldoende rastypisch paard. Het is een goed ontwikkeld hoogbenig veulen met een mooi sprekend hoofd. Voldoende halslengte, iets zwaar, zou iets meer bovenuit het schouder mogen komen. Wel een goede bouw, goede aansluitingen en verhoudingen. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, iets stijl gekoten achter. Beweging, dan zouden we toch iets meer ruimte willen zien. Met name ook in de stappen. Het voorbeen kan duidelijk iets meer weggezet worden. Heeft in draf heel veel activiteit in het achterbeen. Maar we missen toch dat het doortreden achterbeen, dat de schenkel wat meer onder de massa geplaatst wordt. En ook het voorbeen zou iets meer verder weggezet kunnen worden. De veulen krijgt een tweede premie en dat heeft hij met name verdiend door zijn ras en zijn bouw.
Uitslag nummer 31. Is een bijna 4-5 maand oud veulen van Alwin. Mooi hoogbenig veulen, lang gelijnd. Zou ietsjes bespierder, met name in de lendenpartij, wat mogen zijn. Wel heel correct beenwerk. Stap is ruim met voldoende afdruk. Draf heeft hij heel veel lastigheid laten zien. Met mooi schakelvermogen, mooi in balans ook, krijgt een eerste premie. Wijnwoorden,
Nummer 33, de uitslag. Ja, we hebben even overlegd, merkt u. Vanwege toch dat het, dit vullen laat ook verschillende gezichten zien. Het is aansprekend in zijn type. Zou iets minder zwaar in de voorhand mogen, maar wel een goede bouw, goede aansluitingen. Beenwerk kan iets correcter, zowel in het voorbeen als in het achterbeen. Stap is kort en mist afdruk. Draf heeft hij wel een mooie taktmatige manier van draven laten zien. Zou iets meer krachtig en wat meer ruimte kunnen tonen. Krijgt toch een tweede premie. En dat heeft hij met name verdiend door zijn ras en zijn bouw. Uitslag van nummer 36, 4 maanden oud vullen van Sipke. Aansprekend in zijn hoofd, mooi edel koppie. Goede verticale halsstand, zou iets meer lengte en ook iets minder bespierd mogen zijn. Sterke bovenbouw, dat valt ook op. Mag
iets meer langer gelijnd zijn en ook iets meer opwaarts in zijn bouw. Stap kan wat ruimer en wat meer afdruk tonen. Draf heeft die mooi takmatige manier van draven laten zien met voldoende ruimte in het voorbeen, voldoende houding. Zou iets, het achterbeen iets met meer kracht en snelheid onder de massa kunnen plaatsen. Dit paard verdient een tweede premie mede door zijn goede bouw. Nummer 37 is ook een 4 maand oude vullen van Tsjebbe. Het is een aansprekend door zijn front, mooi sprekend hoofd. Zou iets minder diep uit de borst weg mogen komen. Lang gelijnd, lang middenstuk. Zou iets opwaarts in zijn bouw mogen. Correct beenwerk, stap is ruim en de draf heeft die mooie houding laten zien met voldoende kracht. Drukt de rug wel iets weg, maar heeft toch een goede manier van draven met een mooie balans. Dit vullen krijgt een eerste premie.
uitslag van nummer 38. De mannen hier voor me die zeggen, oh wat een best veulen. Nou, dan krijgt u nu de uitslag daarvan. Het is een veulen met heel veel front. Iets lang hoofd, kan iets sprekender. Maar heeft mede door zijn halsstand heel veel rasuitdrukking. Goede bouw. Brede, ook bespierd in de lenden. Rug zou misschien iets sterker mogen. Correct beenwerk, ook mooi hard beenwerk. Opvallend, stap is ruim. En een draf heeft een heel mooi ruimend voorbeen laten zien met heel veel houding. Krachtig en mooie manier, een mooie balans in zijn manier van draven krijgt een eerste premie. Dus nummer 40, 4 maand oud veulen van Pier. Het is een royaal ontwikkeld veulen. Veulen met een lang hoofd, maar wel een helder sprekend oog. Zou iets langer in zijn nek mogen. Ja, de middenstuk dat kan duidelijk wat sterker, met name de aansluiting lenden en kruis. Wel een correct beenwerk, ook mooi lang gekoot. Stap is ruim. En in draf heeft hij mooi ruimend voorbeen laten zien met houding. Wel heel veel activiteit in het achterbeen, maar we missen toch het doortredende achterbeen in zijn manier van draven. Krijgt een tweede premie en heeft hij met name verdiend door zijn ras, een mooie voorhand en een goede stap.
Nummer 39 is ook een veulen van 4 maanden oud. Veulen van het Sjebbe. Het is een veulen, toont heel veel front. Een mooie verticale halsstand. Het hoofd zou ietsjes sprekender mogen. Voldoende schouderligging. Het schoft zou iets meer doorlopen mogen. Iets meer doorlopen in de rug. Wel een goed bespieren, sterke lendenpartij. Het is... kwaliteitsvol beenwerk, ietsjes gehoekt in het achterbeen. Stap is met veel afdruk, voldoende ruimte. En in draf heeft hij ook weer dat hele krachtige achterbeen laten zien met voldoende zweefmoment. Zou daarbij iets meer het voorbeen weg mogen zetten. Maar mede door zijn goede achterbeen gebruiken in de beweging, wordt het een eerste premie. Uitslag nummer 42, kleine 4 maand oud veulen van Epke. Heel aansprekend in zijn rasuitdrukking. Edel hoofd, voldoende nek, mooie verticale halsstand. Goede aansluiting in de bouw, ook horizontale romprichting. Mooi hard en kwaliteitsvol beenwerk. Zou iets correcter in het achterbeen mogen. Stap is ruim en het draf heeft hij... heel veel souplesse en lichaamsgebruik getoond met een hele mooie balans. Dus een mooie manier van draven. Voor de fine-tuning zou het achterbeen nog iets meer onder de massa geplaatst mogen worden. Maar totaal wel goed voor een eerste premie.
Nummer 43 heeft voldoende uitdrukking in het hoofd. Nou, kun je nu helemaal zien. Heeft wat weinig nek, iets zwaar in zijn hals, wel een mooie verticale stand. Zou in het middenstuk iets sterker mogen, ook blijft hij wat hoog in het kruis. Wel correct beenwerk. In beweging, ja, dat zouden we toch duidelijk zowel in stappen als in draf meer ruimte willen zien. En met name ook meer souplesse in de gewrichten. En ja, door zijn manier van bewegen wordt het een derde premie. Uitslag van nummer 44. Klein vier maand oude Vullen van Sipke. Vullen met een mooi sprekend hoofd. Helder oog. Toont heel veel front. Zou iets lichter in nek en hals aanzet mogen. Voldoende aansluiting in zijn bouw. Goede verhoudingen. Beenwerk is kwaliteitsvol, zou iets minder gehoekt in het achterbeen mogen. Stap is ruim, opvallend ruim. En draf heeft hij heel veel houding. Mooie manier, mooi balans laten zien in zijn manier van draven met voldoende gebruik van het achterbeen krijgt een eerste premie.
Nummer, uitslag van nummer 46. Kleine 4 maanden oud veulen van Tieren. Mooi hoogbenig veulen. Mooi rank veulen met fijn beenwerk. Het hoofd is iets lang, maar wel ruim voldoende sprekend. Mooi lange hals. Goede schouderligging. Voldoende bovenlijn. Fijn beenwerk, zoals gezegd. Zou iets minder gehoekt in het achterbeen mogen. Stap is ruim. En het draf heeft hij mooi opwaarts, een mooie losse manier van draven met voldoende balans. Dit veulen krijgt een eerste premie en het heeft zij met name verdiend door zijn hele ruime manier van stappen. Nummer 45, kleine 4 maanden oud veulen van Sipke. Het is toont heel veel front. Sprekend hoofd, zou iets meer langer in zijn nek en hals mogen. Maar ook een mooi schuin schouder. Zou misschien iets sterker in de bovenlijn mogen. Beenwerk is voldoende kwaliteit en correct. Stap is voldoende ruim. Zou iets krachtiger mogen in het achterbeen. Maar in draf heeft dit veulen zich opgewaardeerd. Mooie manier van achterbeen gebruik. Goede manier van achterbeen. Zet voldoende onder de massa. Zou ook ruim voldoende balans en opwaarts gedraven. En krijgt een eerste premie.
Dan de uitslag van nummer 17, dat is nog een hengstveulen. Hengstveulen met een mooi sprekend hoofd, toont heel veel front. Maar mag duidelijk iets langer in zijn nek en zijn halslengte. Voldoende schouderligging, zou iets sterker in het middenstuk. Kan ook rechter, zowel in het voor- als in het achterbeen. Kan het correcter in de been standen. Stap is voldoende ruim, toont weinig veer. En draf heeft dit veulen zich opgewaardeerd. Met zijn mooie houding, ruim het voorbeen, voldoende gebruik van het achterbeen. Zou iets meer over de rug mogen lopen, maar blijft wel mooi in balans. En mede door zijn draf krijgt hij nog een tweede premie. Uitslag van nummer 49. Vullen is 3 maanden oud. Ja, en met die 3 maanden dan ziet u ook dat hij te weinig ontwikkeld is. Heeft wel ruim voldoende rasuitdrukking. Maar mist met name de ontwikkeling en ook de sterke bovenbouw. Beenwerk kan correcter, vooral in het achterbeen. Dat is helemaal in de kootstanden. Maar
Ja, dit veulen dat verrast ons toch enigszins door zijn manier van bewegen. Heeft wel wat ruimte en een voldoende balans laten zien. Maar kan niet worden geprobeerd, met name door zijn bouw en correctheid in het achterbeen. Uitslag van nummer 50, drie maand oud veulen van Sipke. Het is een voldoende in zijn halsstand, zou iets meer neklengte mogen. Wel een goede bouw, goede aansluitingen. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, zou iets correcter in de standen mogen. Wat minder stijl gekoot. Stap is... voldoende kracht, kan wat ruimer en ook in het draf heeft hij wel een actief achterbeen laten zien met verhoudingen en balans. Miste toch wel wat ruimte in het voorbeen, maar mede door de bouw en zijn meer dan gemiddelde draf wordt het een tweede premie.
Uitslag van nummer 51. Het is een 3 maand oud veulen van Tierde. Het is een veulen met mooie verticale geplaatste hals. Met voldoende lengte. Het hoofd zou misschien ietsje sprekender mogen. Goede aansluitingen in een bovenlijn. Met name in de lendenpartij. Correct beenwerk. Stap is ruim met afdruk. En in draf heeft hij heel veel ruimte laten zien. Houding. Met een goed schakelend vermogen krijgt mede door zijn draf een eerste premie. Dan nummer, of de uitslag van nummer 48. Goed 3 maand oud vullen van Menne. Aansprekend deze type. Mooi sprekend hoofd, mooie lange nek en hals. Voldoende schouders, zou ietsje sterker in de bovenlijn mogen. Maar wel lengte in zijn middenstuk. Heel fijn en hard beenwerk. Zou iets minder gehoekt mogen zijn in het achterbeen. Stap is opvallend met heel veel ruimte en afdruk. En draf heeft hij voldoende kracht en souplesse laten zien. Zou iets meer zweefmoment kunnen tonen. Waarbij het voorbeen iets meer wordt weggezet. Maar mede door zijn rasuitdrukking en zijn stap wordt het een eerste premie.
Nummer 30. Dat is nog een merrievullen van Omer. 5 maand oud. Vullen toont heel veel front en daarmee ruim voldoende rasuitdrukking. Bovenbouw kan duidelijk sterker, zou ook iets correcter in het beenwerk mogen. Stap heeft wel afdruk, voldoende ruimte. En het draf heeft hij heel veel actie in het achterbeen. Alleen we zien graag dat het achterbeen met zijn schenkel iets meer onder de massa gebracht wordt. Dan in plaats van naar de start. En wordt toch een tweede premie. En dat heeft hij verdiend door zijn rasuitdrukking, door zijn mooie front en zijn afdruk in de stap. Nummer 52 is een aansprekend veulen in zijn voorhand. Hoewel het hoofd dat kan wat sprekender, maar wel voldoende halslengte. Middenstuk is lang, zou iets meer geslotener mogen. Maar wel die lengte die gebruikt hij ook in zijn manier van bewegen. De stap is ruim met afdruk. En het draf heeft hij mooie houding laten zien. Met goed gebruik van het achterbeen. Wordt ook ruim voldoende met voldoende snelheid onder de massa geplaatst. Dit vullen krijgt een eerste premie. Heeft met name verdiend op zijn beweging.
Uitslag van nummer 53, drie maand oud vullen van het Sjebbe. Vullen valt op met een sprekend heel klein hoofd. Zou iets meer nek en halslengte mogen hebben. Zou iets minder bespierd mogen zijn in de voorhand. Middenstuk kan wat sterker. Stap is kort. Draf, dan heeft hij wel een takmatige manier van draven laten zien met een mooie houding. Zou iets meer ruimen in het voorbeen. Zou wat meer zweepmoment kunnen tonen. Krijgt een derde premie. Nummer 47, vullen met mooi lange hals, toont ook voldoende front, voldoende schouderligging, zou iets sterker in het middenstuk mogen, kan correcter in de beenstanden, stap is voldoende ruim. In het draf heeft hij een mooi takmatige manier van draven laten zien, zou iets meer kracht en het achterbeen wat meer onder massa kunnen plaatsen. Dit vullen krijgt een tweede premie en dat heeft ze met name verdiend door zijn ras en zijn manier van draven.
Uitslag van nummer 54, 3 maanden oud, veulen van Bente. Heeft wel een verticaal geplaatste hals. Zou iets meer neklengte mogen hebben. Ook het hoofd kan wat sprekender. Lang middenstuk met voldoende aansluitingen. Zou iets correcter in het voor- en het achterbeen mogen qua stand. Stap ja, en eraf de beweging, dan missen we toch de ruimte en de kracht. Heeft wel voldoende takmatigheid laten zien. Maar ja, dat weegt toch niet op ten opzichte van de kracht en de ruimte. Krijgt een derde premie. Nummer 60. Veulen van 2 maanden oud van Epke. Opvallend is een heel sprekend mooi kopje. Goede halsstand. Lang in het middenstuk. Misschien ietsje sterker in bespierder mogen. Zou iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Dit veulen valt op door zijn manier van bewegen. Stap is actief. Ruimte. En het draf heeft heel veel balans en lossigheid laten zien. En daarmee ook mede daardoor ook de eerste premie verdiend. Thank you.
op van Morten Alden. Verder met een mooi lichte hals, schijnschouder. Zou iets sterker in de bovenlijn mogen, maar wel lengte in zijn bovenlijn. Heel correct werk. Stap is ruim met afdruk. Ja, ben ik er weer, ja. Ja, de geluidsman en de cameraman is ook weer in beeld. Draf was ik mee bezig. Mooi krachtig achterbeen, heel veel souplesse. Mooie houding laten zien. Zou daarbij het voorbeen iets meer ruimer kunnen wegzetten. Maar de beweging is ruim voldoende voor een eerste premie.
Uitslag van nummer 50. Een kleine 3 maand oud vullen van Tjebbe. Het is hoofd is voldoende sprekend, iets lang. Toont wel heel veel front. Zou iets meer nek en halslengte mogen hebben. Iets gezonken in de rug, terwijl de lendenaansluiting met het kruis voldoende sterk is. Heeft ook een lang kruis. Zou iets correcter in het beenwerk mogen. Stap is, kan krachtiger. Draf heeft hij een heel actief achterbeen laten zien met een goede houding. En zou iets meer balans mogen tonen in zijn manier van draven. Maar mede door zijn mooie front en zijn actief achterbeen gebruiken in het draf, wordt het een tweede premie. Uitslag van nummer 59. Het is een 2,5 maand oud veulen van Tiede. Het is aansprekend in zijn front. Met een mooie lange hals. Zou iets sterker in de bovenlijn mogen. En ook iets langer in zijn kruislengte. Voldoende en ruim voldoende correct in het beenwerk. Stap, ja, dan mist hij toch de ruimte, maar met name ook de souplesse in de gewrichten. Blijft wat stug in zijn manier van stappen. Stap en draf heeft hij mooi,
goed gebruik van het achterbeen laten zien met voldoende souplesse en houding. Zou het voorbeen dan iets meer royaler weg kunnen zetten. Maar mede door zijn rasuitdrukking en zijn manier van draven met het goede achterbeengebruik wordt het een tweede premie. Zo, dames en heren, dit was het laatste te keuren veulen. We zijn erin geslaagd om redelijk vlot door de keuring te lopen. Met dank, met name met dank aan de voorbrengers. Goede aanvoer, vlot aanvoer. We hebben ook geluk met het weer gehad. Prima omstandigheden en een goede baan. Bedankt voor uw belangstelling hier. En nogmaals bedankt aan de organisatie, de familie Vomer, die hier alles goed heeft verzorgd. Ook ons, prima voor elkaar. En ik denk ook dat we met een goed gevoel huiswaarts kunnen keren. Met een goede kwaliteit, gemiddeld zeker, van de veulens. En de eigenaren, met name met een eerste premie, maar misschien ook met de tweede dat ze niet hadden verwacht. Gefeliciteerd met de uitslag en veel succes in de toekomst met uw vakkerij. Dank u wel en tot de volgende keer.